Ik denk dat ik toch een aangepast WK ga doen. Dat we er eentje uit gaan gooien voor Nederland. Wie gooien we er dan uit? Ik denk het, ja. IJsland. IJsland, denk ik. Ik zat te denken om een team eruit te halen die het slechtst heeft gedaan. Nou, IJsland en Panama maken hun debuut. IJsland is een Europees land. Dus om dat een beetje in evenwicht te houden, vervangen we die voor Nederland. En ik ben Nederland. 10 deelnames, het beste resultaat was tweede in 74, 78 en 2010. Goed, goed. Oh, het seizoen is om het eerst tegen Argentinië pot. En hoe ziet dit team eruit? Wat is dit voor een dramatisch team, zeg. Zit dus op doel natuurlijk, dat klopt. Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt, de Virgil van Dijk achterin. Welke verdedigers hebben we nog meer? Deli Blind hebben we nog, Ake. Jammer, dat wel Fosu Mensah. Oh, dit is het eigenlijk. Welke de jongen is dit? Is een aanvaller. Ik denk dat het Luc de Jong is, van PSV. Ja. Ja, welke jongen moet ik doen? Goed, goed. Vilena, Link, wat is dit? Wijnaldum, Prupper en Van der Beek op middenveld en Babel in de paai in de spits. Ja, de paai is goed, Babel doet ook lekker in Turkije. Promes doet het goed in Rusland. Ze zou zich wel thuis voelen nu. Ja, Jans heel goed bij AZ, maar daarnaast niet echt. Stroopman die doet het bij Roma goed geloof ik, maar bij het Nederlands elftal niet echt. Deli Blind. Nou, Berghuis heb ik niet zoveel mee. De jongen ook niet, van die hele bank heb ik niks mee eigenlijk. Maar ja, we hebben toch eventjes een extra middenvelder op de bank in plaats van een zoveel verdedigers. Ook al, ja, we hebben 5 verdedigers in onze ding. Ik denk dat ik toch een 4-3-3 ga doen, want dat lijkt mij het makkelijkst. Valse spits. Aanval. De opstelling: De Pai op links, Babel in de spits. Klinkt goed. En dan Promes op rechts. Zou dat goed zijn? Vast wel. Vast wel. Wijnaldum op 10. Met Van de Beek daarachter en Stroopman. Tete, oh ja, als ik vergeet. Tete, rechtshalf, of rechtsback bedoel ik. De Ligt en de Vrij. Nee, we doen De Ligt en Van Dijk centraal. En Link, ja. Links Blind dan maar. Zit er niet anders op. Wat extra aanvallen op de bank. Alleen Vincent Janssen nu. Dan toch maar de Jong. Ja, wat moet ik hiermee? Sorry, maar Berghuis vind ik gewoon niks. Dus dat kan niet. Ja, die jongen is ook beter trouwens. En Vilena kan ook op middenveld natuurlijk. Ja, zo, dit moet het dan maar zijn. Onze aanvoerder is van de... dit is hem ook niet trouwens. Dit is mooi. Hupsakee. Gaan we die banaan.